Ik wil toch eventjes ook stilstaan bij wat dat de bedragen zijn. Ik wil eerst naar Tearfund zelf gaan, wat er van in het begin van de crisis door hun al ontvangen is. En we willen dan natuurlijk verder aanspijzen. En dan gaan we eventjes wat we met onze kerk al verzameld hebben, 5030 euro. Daar zitten we tot op vandaag op. Natuurlijk hopen we dat vandaag nog heel veel mensen gaan geven. Ook jullie thuis roep ik op om te geven. We gaan zelfs de rekeningnummers nog eventjes tonen. Maar we kunnen hier echt een verschil maken. En zoals ik er straks ook zei, na het gesprek met Vlad, denk ik dat het belangrijk is om nu te geven, maar om de goede doelen die dat we vandaag in de kijker hebben gezet, om die te blijven steunen, ook na vandaag en in de komende maanden. En zelfs wanneer dat de oorlog zou stoppen voor de wederopbouw van het land. Dus ik wil jullie ook van harte danken om tot hier te komen vandaag.